Dus vat de koe bij de horens, los het op. Er liggen hier hartstikke veel vuilniszakken. Wat is er aan de hand? Deze weg hierachter is gesloten. Ik denk dat dat meer de oorzaak is. Ik begrijp best wel dat de chauffeurs dit niet op willen ruimen. Maar er wordt daarna geen actie meer ondernomen. Dat duurt allemaal veel te lang. Ja, als je verder kijkt, dan zie je dat de straat opgebroken is. Dus ik denk dat ze met de grote vuilniswagen hier niet door kunnen. En ik neem aan, als het weer gemaakt is, dat ze het op komen halen. Nou, ze hebben hier 2 flats gebouwd. En hier stonden 2 prullenbakken. En ze hebben er 2 bijgezet, dus totaal 4. Maar veel en veel te weinig voor zoveel mensen. Is het al voor lange tijd zo? Dit is, toen er 2 waren, was het al een ellende. En toen kwamen we hier regelmatig van de roadtap, maar met 4 is het eigenlijk alleen maar groter geworden. En wat gaat u nu doen met het afval? Ik ga naar container verder. Ik heb daar op de hoek, weet ik dat er ook een container staat. Dan ga ik kijken of ik hem daar kwijt kan, want als ik hem hier tussen zet, kijk ik een bekeuring. Ik ga het terugzetten in de kelder. Want ik heb al een keer een bekeuring gehad, omdat ik het ergens anders had neergezet in een vuilcontainer. En dan hebben ze mijn adres eruit gehaald, dus ik zet het gewoon in de kelder en dan wacht ik net zo tot het... Tot het weg is en dan ga ik ze normaal netjes weggooien. Ik ga kijken of ik een andere bak kan vinden en anders laat ik het staan tot volgende week. Ik laat het op mijn balkon en ja, kartonnen doe ik wel gewoon in de container, papiercontainer. Maar de balkon zit nu ook propvol. En hoe vindt u dat het nu opgelost moet worden? Nou, gewoon een wagen lang sturen met 2 man erop en al die zakken weghalen. En dan een kraanwagen erachteraan die die bakken leegmaakt. Oplossen. Niet te moeilijk doen, oplossen, maar niet afwachten. Ja, gewoon zo snel mogelijk die straat in orde maken, denk ik. Of ze moeten via de andere kant rijden. De roadtapwagens, want je kan ook via de andere kant op deze singel komen. Dus ik snap het ook niet helemaal. Ja, ze moeten een stukje omrijden, maar ja. Zo wat. Ja, dat er zo snel mogelijk iemand komt om de vuil op te halen. En natuurlijk ook nog een paar containers erbij. Want ja, kijk, dit is een wijk waar mensen opnieuw komen wonen. Het wordt gerenoveerd. Nu is de helft van deze straat nog leeg, maar er komen meer mensen. Dus dan hebben we meer crisis op de vuil.